welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben Marlon. Vandaag is het vrijdagochtend. En ik heb een klein beetje stress in de tent, want we moeten vanmiddag met Thibaut naar het ziekenhuis. Hij krijgt een gehoortest in het UMCG in Groningen. En ik kwam er dus vanochtend achter dat mijn telefoon het niet doet. Dus ik ben echt helemaal van slag op dit moment. Ja, mijn telefoon is echt heel belangrijk, omdat ik dus ook op mijn telefoon gebeld kan worden door het ziekenhuis. En ik heb alles al geprobeerd. Ik heb hem op de oplader zo gedaan. Ik heb andere opladers, verschillende opladers geprobeerd. En hij werkt gewoon niet. Hij gaat gewoon niet aan. En ik baal echt heel erg. Want ik kan over een paar maanden wel een nieuwe telefoon uitzoeken. Maar dat is waarschijnlijk nu nog te vroeg. Dus de aanknop induw. Dan gaat hij dus niet aan. Ik baal echt als een stekker, want ik ben heel zuinig op mijn telefoon. En hij doet het dus nu gewoon dus helemaal niet. Dus ja, ik baal echt als een stekker. Maar ja, ik heb een beetje chaos in huis. Want zoals jullie zien, hebben we weer die muur gesaust. En als je hier ziet wat een rommel het hier is. En ik moest de vlog nog editen, want dat had ik dit weekend of deze week ook niet gedaan. Dus dat ga ik nu eerst doen. Die ga ik even uploaden, dus dan zien jullie de vlog. Die jullie morgen zien. Dus ik ga die nu even op YouTube uploaden. En dan ga ik nog even wat dingetjes hier in huis doen. Ga ik om 7:45 weg. Want Björn's insuline was vannacht op. Dat was tegen 3:00. En toen deed mijn telefoon het nog. Want ik heb op de camera gekeken. Omdat ik Thibaut hoorde. Ik denk, oh, ga even kijken als hij nu niet wakker is geworden. Omdat Björn een paar keer naar beneden was gegaan. Maar dat was hij dus niet geworden. Dus dat was heel fijn. Toen deed hij het dus nog. En nu doet hij het dus niet meer. Dus ik bal echt als een stekker. Maar oké, ik ga dus nu even de vlog uploaden. En dan zie ik jullie zometeen nog wel even weer. Zo, ik was weer thuis. Ik was dus even naar Veendam gegaan voor mijn telefoon. En hij doet het weer. Dus ik ben helemaal blij dat mijn telefoon het weer doet. Ik was nog even bij de HEMA geweest. Ja, en als ik bij de HEMA ben en ik zie leuke kleren, dan is het me heel moeilijk om in te houden. Dus dit mopje heeft echt weer een super leuk outfitje aan. Leuk lege broekje. En een mooi truitje en je slappertje. Ben je weer knap zo, hè? Ja, ben je weer knap zo, hè? Goed zo, lieverd. En ik zit op de bank. Ik ben even de was aan het opvouwen. Het is echt een hele beuls die ik nog moet opvouwen. Maar dat ga ik nu even doen. Ik wacht totdat Björn thuis is. En dan gaan we naar het UMCG in Groningen. Oh ja, jij moet zo nog je flesje. Dus ik ga even snel verder en dan zie ik jullie straks weer. Nou, we zitten bij de oortest ding voor Thibaut, omdat hij iets te vroeg geboren is. Maar hij heeft net al een testje gehad. Alle twee testjes en dat was allemaal goed. Tenminste, nou ja, gaat ze nog overleggen, maar ja. Maar ook dat of hij deed het in ieder geval goed. Ja, hij vindt het heel interessant. Hij vindt de lampen hierboven heel interessant. Ja, helemaal fijn. Zo, wij waren alweer op weg naar huis. Ja, wij waren op weg naar huis. Ja. We waren in het ziekenhuis geweest en alles was goed met de oortjes van Thibaut. Hij kan goed horen. En wij zijn net bij, komen net weer bij Entree weg, want ik kan op de schaal van Amsterdam achteruit laten leggen. En wij gaan nu weer op weg naar huis. En jij was zo net nog vrolijk. En nou heeft hij er geen zin meer in. Dat zijn typisch kinderen. Eén moment vindt ze alles prima, en ander moment hebben ze iets van, nou, ik ben er nu klaar mee. Ze gaan nu lekker naar huis, want je kan een krapje nog even krijgen. Dus wij zien jullie zo. Ik laat thuis zo de schaal nog wel even zien. Dus ik zie jullie zo thuis weer. Nou, goedemorgen. Wij zijn wakker. Jij bent hoe lang weer wakker? Half 9 is nou 9:30, dus een uurtje. En ik ben net naar de kliniek wakker. We zijn al druk bezig geweest, een beetje aan het opruimen. En, ik heb de muur volgens mij nog niet laten zien. Nee, we zijn dus met de muur bezig. Dat zijn we ook nog. Ja, we zijn nog beginners, dus we moeten nog inkomen met vloggen. Maar. Ja. Ik denk dat hij nog één keer eroverheen moet en dat het dan goed is. Ja. Denk je niet? Ja, denk ik ook. En Thibaut ligt lekker in de box. Ja.
En het is trouwens zaterdagochtend. Ja, het is zaterdagochtend. Ga nou een ontbijtje maken en eten. Ja. Dus, En dan hondenclub. En soms gaan we naar de hondenclub. Op zaterdag. Op zaterdag, ja, dat is sociale huishond. We zijn ooit met die cursus begonnen. Omdat Björn ook trainde met Flint. Maar omdat op de dag dat wij die sociale huishond hadden, is Tibo geboren. Onverwachts en helemaal. Was toen alles helemaal hectisch omdat hij zo ziek geworden was. Dus wij hebben die cursus nooit af kunnen maken. En die mogen we dus nu afmaken. Dus dat is wel heel fijn. Ja. En dan kan je hem alsnog afmaken. Ja. We gaan nu even eten. Ja, toch maar. We gaan eten. Ja. Ja. With words as his weapons, he waged war on the page. Fighting for sustenance with. Wij waren weer thuis van de hondenclub. Björn gaat hier achter in de tuin bezig. En ik ben nog aan het maken, daar komt Björn aan lopen. Hi. Van mij vertelde we weer waar van de hondenclub. Ging goed met Flint, hè? Ja. Ging echt heel goed met Flint. Dus Björn gaat lekker in de tuin bezig. En ik ga deze moeders opeten. Jij moet ook zo nog even eten. Nee. Oké. Dus ik zie je later weer. Druk in de tuin bezig. Dit is goed, is een fictieve machine. Ik heb geen idee, maar deze machine zorgt er dus voor dat de tuin omgespit wordt. Dat is het woord wat ik zag. En dat is weer aan de zon die de hele middag al mee bezig. Het is een beetje druk en chaos in huis zo, maar het wordt wel mooi straks. En uiteindelijk wordt dit hier, dit hier ook nog allemaal betegeld. En die tegels gaat hij vanavond nog even ophalen. Maar het is echt een rommeltje op dit moment in de tuin. Zondagmiddag al. We waren nog niet. We hadden nog niet gevlogd omdat we een drukke ochtend hadden. Tibo ligt lekker in. Ik dimp een beetje. Ja, lig jij lekker? Ik heb zo de paraplu er neergezet zodat hij in de schaduw blijft liggen. Hallo lieverd. Ga zo even weg, hè? Ja, we gaan zo nog even wat terugbrengen naar de oude plaats van Björn. Want we hadden een palletkar geleend voor stenen die we moesten verhuizen. En ja, ik wacht niet tot Björn klaar is en dan, dan gaan wij weg. Nee, Moppie. Was dit ook dan? Wat? Nou, het is nu avond. We gaan nu slapen. Ja, we hebben heel wat gedaan vandaag, eigenlijk. Ja, we hebben eigenlijk niet heel veel gevoeld. Nee, we hebben gewoon, en wel veel gedaan, maar eigenlijk ook weer niet. Ja, dus, maar vloggen zit nog niet echt in ons systeem, zeg maar. Nee, het is nog steeds iets dat we aan moeten wennen, maar we wel echt leuk vinden om te doen. Ja. Maar het was gewoon zo'n drukke dag en met hem weg en nog even langs een oude baas geweest. En, ja. Nou ja, het is gewoon allemaal ontschoten eigenlijk. Ja. Ja, we zijn zo druk in de tuin bezig nu, want de hele tuin hebben jullie ook gezien, het is nu een grote zandbak. Ja. Dus ja. Dus nu avond, mijn hond die gaat, die is Tibo aan het de fles aan het geven. Ja, lekker die fles. Ja. Maar geniet ook helemaal. Ja. En die gaan we ook zo omkleden om naar bed te gaan. Ja. Morgen weer de vroeg, jij moet de vroeg uit. Ja, ik moet morgen werken.
Ik niet. Oh, sorry. Ik ga deze vlog, denk ik, vandaag nog even morgen editen. Ja. Dat moet nog wel even gebeuren. En het is zo lekker weer, hè. Eindelijk. Ja. Hoe vroeg graden was het vandaag? 20. 20, hè? En dat is bijna de hele week. Ja. Halleluja. Eindelijk. Ik was er zo aan toe. Ja, en ik heb vandaag voor het eerst een korte broek aan gehad. Ja. Dus dat was wel lekker. En ik heb weer lekker in een jurkje gelopen. Ja. Tibo had gewoon lekker een t-shirtje aan. Ja. Wat ik heel leuk vond, we waren een pad waren geweest vandaag. Waren we daar naar de McDonald's geweest. Dat was gewoon even lekker makkelijk. We hadden onze auto op de parkeerplaats een beetje afgezonderd neergezet. En Tibo die lag in zo de schaduw. In de schaduw. Daar ging het meer om. Ja. Ja. En hij heeft lekker in de kofferbak gewoon op zijn verschoningsmatje heeft hij gewoon even lekker gespeeld. En wij konden even lekker eten. Ik vond het echt fijn. Ja. Even zo'n vakantiegevoel. Zo hadden we, wanneer was dat? Toen we bij Zuid-Laren eraf gingen, stonden ook op een parkeerplaats. Omdat hij zijn luier moest schonen. En dan moest hij even een hapje hebben. Dus toen waren wij daar gestopt. Was het niet eergisteren? Nee, vrijdag. Ja, vrijdag. Het was vrijdag. Ja. Oh, en dan hadden we ook echt even een vakantiegevoel. Ja. Dat het lekker weer is ook. Ja. Dat was wel leuk. Dus dat was een beetje ons weekend. Ja. Ja, misschien niet veel gezien, maar ja. Nee, we hebben het ook zo druk gehad dit weekend nu. Ja. En de muur is af beneden. Joehoe! Ja, daar ben ik wel heel blij. Witte muur. Ik heb nog steeds, elke keer als ik binnenloop, ik denk, is dit wel mijn huis? Het is zo anders. Ik heb altijd het gevoel dat ik in een ander huis sta. Maar het is gewoon en die schilderijen komen nu ook veel mooier uit. Vind ik. Ja, ik ook. Je ziet nu echt dat er wat op de muur hangt. Ja. Ja. Dus ja, en binnenkort willen wij ook de laminaat leggen. Of een nieuwe laminaat. Eerst even de tuin afkrijgen. Ja, eerst de tuin. Ja, en dan. Ik denk ook als we lichtere laminaat beneden hebben, dat is helemaal anders. Maar ik denk niet dat de meubels er dan nog bij passen. Jawel. Ja, maar ik weet het niet. Ik ben zeker. Wel. Nee, jongen, dus, ik ben blij dat ik ook. Laat ik zo kan slapen. Ja. Dus ik hoop dat jullie een beetje een leuke vlog vonden. Ja, vergeet niet te abonneren. Nee, vergeet niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. En nou, nog een leuke reactie hieronder achter. Dat vinden we leuk om te lezen. Ja. En dan zien we jullie volgend weekend weer. Ja, en zet het belletje maar. Oh ja, het belletje ook. Want dan blijf je op de hoogte wanneer wij een nieuwe video uploaden. Ja. Dus wij zien jullie volgend weekend weer. Doei. Doei.